Jongens, welkom bij de tweede tutorial video van Nintendo Labo hier bij Gamersnet.nl. Welkom in mijn huis en dit is Salim. Dit is Peter. En vandaag gaan we... Heel matter of factly. Natuurlijk is het Peter. Dit is Peter. Zeker. Dit is zijn huis. Mijn woning. De woning. Vorige keer hebben we de RC card gedaan. Dat was eigenlijk de makkelijkste Labo. Dat was één plaat en dat ging eigenlijk vrij soepel. Vrij probleemloos. We gaan nu door naar een wat complexere plaat. Die heeft er een stuk of zes, geloof ik. Een stuk of zes kartonplaten. Hij gaat tot en met F. Er zijn zes platen. En het is de fishing rod. De fishing rod. Vishengel. Ja, dus we gaan beginnen. Ik denk dat we gewoon de vishengel aanklikken op de Nintendo Switch. Want de game laat natuurlijk exact zien hoe je het moet bouwen. Wij volgen dat gewoon. Het is geen hogere wiskunde, maar wij dachten, misschien vind je het leuk om ons het te zien bouwen. Ja. Er is gelijk al een waarschuwing. Want als je hiermee speelt, dat je... Nee, wacht even. Dit is de play. Oh, wacht even. Close. We moeten, moeten naar beeld. Dit is play. Ja, sorry. We moeten naar terug. Play. We moeten naar make. Make. En dat is de fishing rod. Ja, precies. We gaan hem nu maken. Wij dachten, misschien vind je het leuk hoe wij aan het kutviolen zijn met dit. Ja, want het is voornamelijk wel veel kutviolen. Want dat is wat wij doen. Ja, dat rollen wij bij GamersZ. Oh, hij gaat nu weer inderdaad heel snel terugspoelen wat er allemaal wel niet gemaakt moet worden. Ja, dit wordt echt een heel complex apparaat. Ja, dit is echt een stuk complexer dan die ervoor. There are five steps. Nou, er zijn vijf stappies. Je moet natuurlijk hoe je hem in elkaar zet. En dit werkt wederom weer met de forward. Oh, en fuck, we moeten ook touwtjes hebben nou natuurlijk. Oh, die heb ik hier. Oh, ja. Dit is wel echt moeilijk hoor, dit pakkie. Okay, ik heb nog nooit iets met touwtjes gemaakt met Labo. Nee, maar volgens mij zijn dit ook alle touwtjes die we nodig hebben, zitten hierin. Nee, volgens mij is het deze. Is het alleen die? Ja. Oh ja, het is alleen deze. Dus er zit één pakketje bij en je ziet ik vind veel touwtjes hoor. Ja, nou het is in principe één lang touwtje toch? Nee, dat is niet waar. Nou, we gaan het zien. Dat komt helemaal goed. We leggen ze vast neer. Ja. Even cut to make sure. Nou, stap 1 van de 5. Let's make the main rod. Nou, dat betekent remove 5 pieces. Even kijken. Dus we moeten van pakket A, die en rechts onderin. Oké. Okay. Mag jij pakket B alvast? Want pakket B moeten die grote eruit. Ja, dan moeten we even kijken hoor. B moet dit eruit sowieso. Nou, dit is natuurlijk wel echt heel enerverend om karton uit te drukken. Nou, ik vind dat wel leuk. Ik vind het een trip down memory lane van toen ik nog een babytje was. Mooi. Ja, het is natuurlijk ook een soort van speelgoed dit. Het is ook speelgoed. Ik ben ook als een kind zo blij. Ja, deze moet er ook uit. Zo, en die laatste. Ja, dat is die. Ook helemaal eruit. Ja. Dan leg ik wel de platen weer goed terug. Ja, dat we wel op volgorde, dat we wel weten van straks waar liggen ze nou. Ze liggen gewoon hier. Ja. Goed, we hebben hier 5 onderdelen. Die moeten we waarschijnlijk ook nog dingen uitdrukken. Kijk, dat kun je ook al zien. Oh, ja. Die ronde dingetjes moeten eruit. Deze. Even kijken, van B was dit. Ja, deze kleine ronde dingetjes moeten eruit. Die moeten we dan wel bewaren nog, denk ik. Ik leg ze hier neer, maar ik denk dat we ze niet hoeven te bewaren. Dat denk ik ook. Zo. En je weet dit niet. Voor dit hoeft er verder... Oh, jawel. Die kleintjes hier nog. Dit moet er ook uit. Bij mij toch? Ja, die middelste dingen moeten eruit. Deze moet eruit. Als het goed is, kan deze er ook uit. Yep. Zo. En bij deze laatste hoeft alleen dit streepje eruit. Zo, goed, dankjewel. Ja, leg ik ze even ook zoals ze daar worden weergegeven neer. Ja, nou dan hebben we volgens mij moeten deze dingetjes er ook uit. Ja, dit moet ook uit. Ja, die moet ook uit hoor. En die middelste ook weer de grote. Ja. Dit is een groot gapend gat. Mooi. Kijk, goed. Al deze streepjes moeten eruit. En die kan je zo, als je een beetje goed zoekt, dan kun je zo eruit flippen. En die wil jij wat drinken? Water of zo? Dat kan straks ook wel. Ook kan straks. Komt helemaal goed. Ik dacht bij keuvelen lekker. Ik ga wat trouwens drinken pakken. Maar goed, ga jij lekker verder? Ja, mag ik een bakje koffie van jou? Ja, tuurlijk. Zet wel even koffie. Lekker hoor. Nou, dit kan deze moet er ook uit. En deze hier zit dus goed zo 2 streepjes. Oké. Nou, het is bij dit al. We merken nu al bij het uitdrukken dat deze een stuk complexer is. Bij die vorige was het druk. 3 lijntjes vouwen en eigenlijk was je er in die zin. Dat is ook wel leuk. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje niveauverschil, want het is eigenlijk best wel een breed publiek heeft dit. Ja, het is van klein tot oud. Ja, dit is het koffiezetapparaat. Ja. Gezellig, hé, hier in mijn huis. Het is zo gezellig. Kijk, volgens mij hebben we het meeste wel uitgedrukt wat uit te drukken valt. Forward. Ik wist helemaal niet dat links een herrie maakte. Hè? Nou, er moet nog een warfish van de sheet Jezus. C. Take care not to bend this one out. Dat is deze, zie je? Niks te deze, hè? Ja, op C moet linksbovenin, ja, die moet er ook uit. En dan moet je hem niet buigen, dan ga
gaat gewoon. Nee, ik laat hem helemaal recht. Maar er moet wel wat uit. Ja, en dan mag jij doen. Dan leg ik deze weer netjes terug bij C. Even kijken. Ja, het grote middelste gedeelte moet eruit. En al die kleine flubbeltjes. Die kleine flubbeltjes moeten er ook uit. Hé, dit is raar. Er zit alleen maar water in. Geen koffie. Nee. Ja, dat is minder. Het is niet te dol gedrukt. Oh nee, dat moet erin blijven nog. Dus dan hebben we another piece. Ik vind ons wel best donker eigenlijk. Ja, moet je maar even fixen in de edit. Ja. Even kijken. Dus dit mag allemaal ook weer weg. We hebben inmiddels hier een flink stapeltje opgebouwd van uitgedrukte stinkjes karton. Maar dat kan je ook vanuit daar zien. Je ziet al hier een hele stapel liggen aan spullen. Ik heb oprecht nog nooit problemen gehad met mijn koffiezetapparaat, behalve mijn opnames. Ik krijg gewoon water. Ik vind het prima. Oké, don't forget if you have any trouble. Ja, nou, je kan dus naar voren en naar achter, zeggen ze. Oké, nou, er zijn dus drie apart. Ze zeggen, let's call the big one Reginald, the middle one Lucy and the little one Baby Bonnie. Nou, dus dan gaan we denk ik beginnen met Reginald. Leuk hè, de beleving. Baby Bonnie. We gaan starten met Baby Bonnie. Ja. Oké. Nou, turn over the piece. Zodat het. Maar het is. Welke is dat? Is dat die? Nee, het is deze. Baby Bonnie is deze. Ja en die moet. De rest mag dus even weg. Ja, even uit beeld. Uit beeld ook. Want dit is Baby Bonnie, daar beginnen we mee. Yes, leg ik even hier. En die moet je dus met het inkt naar beneden. Ja, met de karton naar boven. En nu komen de foldlines, en dat zijn er nogal wat hier. Ja, dus dit wordt een dingetje. Ja, let op, dus ik folde eerst deze. Ja. Ja, dat is dan. Dat die goed strak. Strak. En weer terug. En dan, oh, dit, wow, was, dit was. Dat is die hele grote. Dus dat doen we dan zo. De middelste, denk ik. Wacht, kan je natuurlijk ook vanaf de andere kant kijken. Het is de linksmidden, zeg maar. Ja. Die, ja. Helemaal goed vouwen. Vastzetten. Ja, precies. En weer terug. En nu dan die, ja. Goed vouwen en terug. Yep. En de laatste natuurlijk. De laatste natuurlijk, goed vouwen. Goed vouwen. En terug. Het is terug. Eigenlijk een soort van. Kind kan er wassen. Kind kan er wassen. Dan komt er nu dat een kleine fluppeltje. Ja, het kleine fluppeltje. Ook vouwen. Is dat Brabants fluppeltje? Dat is Brabants inderdaad. Fluppeltje. Het fluppeltje. En weer terug. En dan. Neem ook, okay, oh, dat die is ook halverwege. Oeh. Ja, gewoon hè. Zo, deze. Ja. Deze is moeilijk, maar ja. En deze is ook terug. Goed. En dan gaan we de hele tering zo vouwen. Maar dat is dus in eerste instantie links een stukje. Ja. En dan de volgende die daarnaast inderdaad, zodat die vierkant wordt. En dan overig als een soort tacootje. En dan inderdaad klikt dat. Dat kan je zien dan aan de andere kant. Zo even een beetje draaien voor je. Zo. Gaat dat erin. Bam. Kleine Bonnie. Oké, let's close off this end. Make sure. Dat is dan dus. Oh ja, dat gaat dan naar binnen. Die onderste. Nee, ja. Daar kan je nog vouwen. Ja, ja. Dat riggeltje. Ja, en die gaat dan dus. Die gaat zo. Helemaal naar binnen. Die is er naar binnen. Zo is het echt helemaal dicht nu, zie je dat? Ja. Dat, en dan gaat nu dat, die twee rondjes gaan zeg maar naar buiten toe. Oké. En dan gaat het fluppeltje naar binnen toe. Ja. En dan gaat dat. Als het ware, ja hoor. En dan wordt dat een ringetje waar je touwtje doorheen. Bam! Ja. En volgens mij hebben wij zojuist Baby Bonnie gefinished. Of nog niet? Oh nee. Oh, wow. Add-on. Oh, we gaan nu echt de eerste ringetjes toevoegen, want we gaan het verstevigen als het ware. Bam, alsjeblieft. Oké, wat voor ringetje moet ik er nou? Ik denk deze. Now we're going to add the eyelid. It's made up of two pieces. The grommet on the left and the washer on the right. Dus we moeten die soort van, ja, dat rondje met daarop nog een soort rondje. Ja, dat is die. Maar en een rondje. En nog, maar ik weet niet qua grootte, maar... Nee, dat is de enige die blauw is. Dus oh ja, ja. Ze hebben dat. Dit moet ik hebben, denk ik. Ja, maar ik weet niet of dat op elkaar moet. Nee, dan moet ik natuurlijk hier tussen. Ja, dat denk ik ook. Dan gaan we dan... Take a pair of blue eyelid pieces out of the plastic bag. Blauwe. Shorter gun and stand the other ones. Ja, je moet echt de blauwe hebben, want dat is voor Baby Bonnie en niet voor jou. Zo, deze gaat hier doorheen. Ja, die duw je er doorheen. En dan die andere, die draaien vast. Stop. Neatly together. If they don't, you might have to wash them all. Yeah. Moet ik draaien of drukken? The two eye pieces should snap neatly snap together. Ja, dus nou voilà. Done. Zit al, kijk. Helemaal verstevigd. Super vet.
Oh, ik vind dat tof. Oké, okay, nou go ahead en snap de wasje. Ja, en dat is erop en dan drukken en dan klik en dan als het goed is. If you make a mistake with the eyelids, ask a grown-up to help you undo them. Is nou, grown-ups zijn hier niet aanwezig, dus dan hadden we sowieso paniek gehad. De lul geweest. Nou, ja. Volgens mij kunnen we nu... Oh, nee, er is nog één laatste dingetje. Dat moet dan... Gevouwen worden en weer terug, zeg maar. En dan... Dat Kom, was lief. Hem. Baby Bonnie. Baby Bonnie, jongens. Dit is Baby Bonnie. Dat is deel 1. Leuk, we zijn er 11 minuten mee bezig geweest. Maar nu komt het volgende stuk. En dat is, denk ik, niet de grootste nog. Nu gaan we namelijk... Just like Baby Bonnie, layer out. Nee, ja, dit is... Toch nog niet de grootste, toch? Dit is de grootste? Is het niet de grootste? Het is nee, de Lucy, kleine. De middelsize. De middelsize. Het is deze. Ja. Wil jij deze doen? Ja, dat is Durf goed. Je het niet. Zullen we wisselen van plek dan? Ja, dat is goed. Dan kan jij de switch. Dan switch je even. Zo'n leuk item. Oh, heerlijk. Okay, ik wou ook niet dat ik dood was. Maar goed, we gaan... draai me eens even om. Ja, zo. Dat heb ik gedaan. Is het niet goed. Jawel, toch? Nee, je moet zo. Oh, zo. Sorry. Ja. Precies. En dan gaan we eerst... Fold die line. Ja, ik ben hier een aanzienlijk slechter in dan jij, heb ik het idee. Dus... Nee, gewoon niet bang zijn. Dat is het vooral. Niet bang zijn. Niet angstig zijn. Oké. Okay, ja, niet angstig. Oké, precies. Dat heb je gedaan. Dan, die tweede is lastig, hè? Dan kan je hem een beetje... Je kan hem ook draaien, hè? Ja, maar dit snap jij wel. Even kijken, dat is deze. Nee. Deze. Nee, ja, dat is die. Jumer, wat heb jij een rare handoog? Coördinatie. Dat kan ik helemaal niet gamen hier. Dat blijkt wel weer. Hier, dan gaan we er zo op. Even goed vouwen. Zo. Foutje erin. En terug. Ja. Ja. En dan? Deze. Heel goed. Ik ben toch best een goede vader, vind je niet? Heel goed, jochie. En dan deze laatste. En dan die laatste. Even kijken. Die gaan we dan zo ook pakken. Op. Oké, nu is die soort van Ja, helemaal nog niet, want er moeten nu ook nog allemaal kleine flubbeltjes. Bijvoorbeeld dat kleine flubbeltje moet je even vouwen. Ja. En dan... Oh, wacht, was dat een dubbele? Deed je nou... Nee. En dan deze hier achterop. Dat flubbeltje. En dan waarschijnlijk dit flubbeltje. Dit flubbeltje. Welke van de twee dat is de buitenste. Ja, en rechtsbovenin neem ik aan. Of die andere ook en eerst. En die ook nog. Ja, flubbeltje. Die ook nog. En dan rechts. En dan die is het moeilijkst. Daar moet je echt even voorzichtig mee zijn. Dat is lastig. Want dat zijn die ringetjes. Die zijn een beetje kwetsbaarder. Ja, en dan... En... Wow, nou gaan er ineens allemaal dingen gebeuren. Dit moet zo. Even kijken hoor. Dit gaat even snel. Dit moet zo blijven. Nee, hij moet nog één keertje door. Eén keer. Zo. Zo, en dan nog. Het is als een checkie, hè? Even kijken. Zo moet hij. En dan deze eroverheen. Heel goed. En dan... En dan dat, nee, draai, ja, dat dingetje moet daarin. Moet daarin. Die moet hierin. Dus dan moet deze eerst dicht. En dan moet deze hierin. Maar, daar ben ik dan natuurlijk weer heel onhandig in. Hey. Zo moet die. Zo, maar... Wacht nou, let op. Je moet dit gewoon wel even netjes, dit moet omlaag. Dan ga je naar de volgende en dan... Ja, oké. Ja. Alright. Voilà. Nu heb je hem. Ja, zit dat hij is erin. Die. Dan, dit is heel belangrijk, even voorop. Dat flippy, inderdaad. Helemaal door, of niet? Ja. Helemaal door eigenlijk. Helemaal door in dit geval. Oh, dat is wel nieuw. De tapjes moeten helemaal inside zo. Helemaal, druk je helemaal door. Ja, zodat hij wat aanstevig, wat steviger is. Ja, dan is het een kwestie van die. Nee. Ja. Even kijken hoor. Hoe deed hij dat nou? Oh, hij gaat echt... dat is vreemd. Kijk maar. Ja, toch. Kijk. Zo moet hij. Zo. En dan... Voilà, we draaien hem om. En dan heb je weer twee van die blauwe flubbels. En dit is zelf blauwe flubbels. Maakt de kleur wel. Wij noemen alles flubbeltjes of fruppeltjes of flumpeltjes. Flippy frippies. Maar goed, je ziet het gelukkig wel redelijk in beeld. In het andere beeld. Wel, ja, je ziet wel, dat zijn dit soort dingetjes. Die klik je dan dus precies. Zo samen, maar dan met het ringetje ertussen. Alright, te tekenen naar de pair. Ja. En dan is het dus de kijk, je legt hem dus zo neer. Zo. Ja, zo. Precies. Zo, en dan druk je dit erdoor. Ja, en die andere die druk je dan aan de andere kant en gewoon ja, maakt het nog uit hoe... En er zit een schroefdraad in, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon drukken. Niet schroeven, drukken. Tot die klik zegt.
Het is een beetje net als toen hij net de Switch het pootje eraf haalde. Toen vond ik doordrukken ook lastig. Je hebt moeite met doordrukken. Ja. Maar ik zit ook even te kijken of er niet ook een manier is. Of het nog uit mijn drukken kan. Hij klikte. Hoor je hem? Klik. Hij zit. Ja, is niet helemaal recht, though. Niet recht. Oh, jawel. Sorry. Ja, nee. Nou, dan is er nog één ding wat we moeten doen. En dat is eventjes die even naar buiten. Die kant, ja. Daarboven. Ja, heel goed. Nee, klik. Hè? En Lucy is ook compleet. Bam! En dan hebben we hier dus een Lucy en een baby, hoe heet die? Baby Bonnie. Baby Bonnie. Die. Baby Bonnie en Lucy. Hier, voilà. Done. We gaan weer wisselen. Ja. Woop! Alright, so. Next is natuurlijk dan, baby Bonnie en Lucy. Oh, wacht, we gaan ze aan elkaar zetten. Hartstikke goed. Ik heb dus ze hier, baby Lucy en Bonnie. Die moet ze? Even kijken met het allebei met ringetje naar voren. En dan make sure the tail is still folded over. Dus, ja, zo ja, dat dus nog steeds naar onder is. En hoe ver moet het dan? Dat gaan we denk ik nu zien. Oh, echt helemaal door. Oh, wauw. Voilà. Boom. Maar je kunt hem dus uitschuiven, hè? Ja, want het is als een echte vishengel. Het is echt als een echte vishengel. Wat gaaf, joh. The ears fit together smoothly. Slide them around to make sure the fit is right. Ja, en hij blokt nu ook. Ja, hij blokt, ja zeker. Door het uitstekende stukje karton kan hij niet verder dan dit. Hij kan wel, kindertjes, hij kan wel verder dan dit. Als je nu heel hard trekt en dan is het kapot. Dus dat moet je niet doen. Weerstand is home. Waar? Ja, dat is zeker. Vraag maar aan papa. Maar je zit er tegenover. Nou, hartstikke goed. Oh, nu gaan we met. We're going to light this piece of face. Maar dit is nog niet de grootste. Dit is iets anders. Dit is iets anders. Misschien gaan we even sidetracken. Of ja, want dit is dit. Dat is dit. Dat is iets anders. We hebben hem. Ja, dit moet. Draai hem om. Ja, met de inkt naar beneden. En gaan we heel veel vouwen. Ja, dus eerst de bovenkant inderdaad. Maak je een vouwtje. Hoppa, hoppa, deze. De volgende, ja, en dat is in principe gewoon, ja, waar we allemaal afgaan. En dan deze. Ja, de bovenste inderdaad. Zo. Yep. En dan de dat onderkant. Dat is iets fragielere, want die zit maar vast in twee kleine stukjes karton, dus moet je even een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, maar dat is dus in eerste instantie deze. Allebei. Ja. Dus de buitenste en de binnenste moet je doen. Ja. Ja. Voilà. Dan gaan we denk ik de fluppeltjes. De fluppeltjes. Rechts onderin. Ja hoor. En dan neem ik aan de andere kant ook. Ja hoor. En dan op rechts, die. Midden. Ja. Goed hoor. Je bent lekker aan het vouwen. En dus één grote. Kleine stukjes ook. De kleine en de grote stukjes. Ja, neem aan links. Hetzelfde verhaal. Ja. Dan deze nog. Waarschijnlijk. Denk ik hoor. Gok ik deze. Oh ja, die is natuurlijk. De onderkant ook. Nog. Ja. En inderdaad. Oh, die is rood. Die kleine, ja, die moet je omhoog laten namelijk. Oh, oké. Okay. Duwen en omhoog, want daar gaan we waarschijnlijk iets aan klikken. Oh, nou roll it up like a little box. Dus je gaat vanaf boven. Ik zei net als een shaggy, maar inderdaad de little box is iets kindvriendelijker. Ja. Gaan we lekker shaggy draaien vandaag met lava. Lekker heet. Oké, als het goed is, klikt dat. Ja, dit klikt er al helemaal in. Ja, kijk eens, hij is al helemaal mooi. Hij zit helemaal vast. En dan is het nu, draaien we de hele contraptie draaien we om. Ja. En dan gaan we omhoog. Ja, en dan hebben we de tap in de middel. Die kan dan dus daarin. Ja hoor. Dat klikt dan zomaar maar allemaal naar vast. Ik vind het echt heel fijn werken. Ik vind het ongelooflijk makkelijk. Hop, en ik neem aan de andere kant hebben we hetzelfde verhaal. Ja, blauw naar binnen. Dingetje erover. Kijk eens wat we nou hebben. Dit is toch tof of niet? Ik word hier heel blij van Labo. En nu hebben we de grote broer nodig van deze. Deze leggen we dan even hier neer. Bam! Die komt dan in beeld. Die hebben die al. Dat doosje wat je net gemaakt hebt, dat moet er nog wel bij. Ja, dat. Die draaien we ook weer om. Dit zijn heel veel vouwen. Ik vind dat jij. Dit is de eerste vouw die je mij geeft. Die? Even kijken. Ja. Hij draait hem om en hij gaat dus eerst die grote. Ja. Yep. Ja. En next. Ja, dat is die dan daaronder. Of daarboven moet ik zeggen. Mooi. Dan gaan we door naar. Dat is de. Ja, eigenlijk de middelste is dit. Ja, die. Oké, tof. Ja. En weer terug. En dan hebben we die daaronder. Ja hoor. Ho, puppetje. Oh, kapot. Nee, die moest er nog uit. En door. Ja, dan hebben we natuurlijk links. En waarschijnlijk ook die. En dan die daarnaast, gok ik ook inderdaad. Ja, die moet je ook.
vouwen. En dan hebben we een flippeltje linksboven. Die. Dit flippeltje. Ja, die moet naar binnen. Dit flippeltje. En het andere flippeltje naar binnen. Wat? Dan links heb je een flippeltje. Ja. En dan waarschijnlijk deze er twee. Ja, deze is altijd het moeilijkst, want deze is een beetje kwetsbaar, hè, die twee ringetjes. Ja, die dus moet je niet even zo netjes zo. Ja hoor. Bam, zo. Mooi, hè? Prachtig mooi. Nou, next up. We're going to attach the little box we just made. It goes to this little tab. Dus die heb je nodig. En hoe je dan dat... Die moet je eerst even naar binnen vouwen nog. Deze moet naar binnen. Dat hij naar boven staat. Ja. Ja, en dan zet je dus dat doosje. Dat klik je dan als het ware... Als een, die moet je dus zo inderdaad met dat blauwe dan naar beneden. Zou dat gewoon moeten klikken? En dat doet het ook. Nou, ja, dat zit. Ja, toch? Ja, het is een soort verstevering of zo, denk ik. Dat gok ik ook. Nu is het een kwestie van dat vouw je er tegenaan. En dan ga je dus een... Ga je omhoog? Zag je dat? Ja, ja, daar ben je al. En dan vouw je hem nog even verder. Zo. En dan komt de andere kant overheen. Dus dan... Nee. Nou ja, of ik het nou zo doe... Ja, oké, maar dan staat hij gelijk met de tapjes. Ja, op. Precies, je hebt gelijk, sorry. Ja, dat geeft. Dat geeft. En dan heb ik hier twee dingetjes. Je kunt er zo in. Klik! Hots. Klik! En, oh, we zijn er nog niet. Nee, ik zal het niet zijn, maar ik laat dit alvast even zien, want het is echt super stevig. Het is ook verstevigd door dat ding wat we net hebben gemaakt, natuurlijk. Wauw! Dan gaat dat naar binnen. Ja. Yep. Die mag helemaal door zelfs. En die mag zo door. Dat hij helemaal door naar binnen valt. Ja. Lukt dat? Ja, dat blijft natuurlijk nu. Nee, snap ik. Nou, dan gaat die naar buiten weer. Deze naar buiten. En dan is het inderdaad weer een kwestie van deze. En dan zo. Ja, zodat die twee ringetjes weer op elkaar komen. Yes. Zo. En dan gaan we verder. Dan draaien we de hele contraptie weer op zijn andere zijkant. Hey. Dan weer twee van die ringetjes. De flippel 1 en flippel 2. Flippeltjes. Bam. En. Bam. Bam. Volgens mij is deze kant die. En dan ga je inderdaad weer de achterkant, ja, het is natuurlijk hetzelfde koek inderdaad, de kant van het ding zelf, daar moet dan de schroef komen en dan klik je hem door zo op. Zo. En dan heb je in principe Big Bro Reginald gewoon af. Now for a much smaller box, let the piece out put it side down. Dat is dit kleine doosje. Forward. Hop, draaien we hem weer om en we gaan weer vouwen. Nou, ik moet wel echt zeggen, een kind kan de wassen hoor. Het is echt heel leuk en het is ook heel makkelijk. Ja, dan die inderdaad. En inderdaad die daaronder nog. En die daaronder nog. Dat is echt een die. Ja, die moet je ook... aan het rechterkantje en dat geldt ook weer. Er zitten drie vouwlijntjes in als het goed is. Yep. En dan het kopje nog. En bovenin zit natuurlijk een... En dan gaan we vouwen. Ja, dan ga je naar. Ga je hem. Even kijken hoor. Dan... Nee, ik heb hem wel, denk ik. Die kant, die daaronder zo. Ja, die heb ik zo. En dan daar naar boven. Ja, en dan kan je als het goed is zo de bovenkant erin duwen. Lukt dat? Ja, ik heb hem hier hoor. En dan ga je daarna. Ligt hij op zijn zijkant zo. Zo. En dan moeten we even de grote jongen pakken. Dan kan, als het goed is, this box goes inside Reginald. It's easy to get it in there the wrong way around. So please close your attention to the video. Ja, echt inderdaad met het blauwe op die kant op. Ja. Ja. En dan, we moeten eerst nog vouwen. Ja. Half vouwen dat. En dan schuif je hem zo erin. En dan zou die... Ja, hij is er helemaal in. Daar. En dan kan je dus, als het goed is, ja, vouwen. En dan kan je dat als het goed is een kleine stukje... daarin doen. Hij zit hoor. Hij zit gewoon. Hij past. En dan nu pakken we even de overige twee weer erbij. Hoe heet die ook alweer? Baby klein en groot. Ja. En dan kan die ook weer met dat gevouwen dan duwen. Voilà. Hebben we er gewoon al drie, jongens? Ja, en volgens mij hebben we op deze manier twee keer verlengen. Hoe vet is dat? Dit is toch vet? Ja, dit is echt heel vet. Ik vind het echt heel tof. Het werkt fantastisch. Dan, en wat goed is nu, de main rod af. Dat was de eerste stap. 25 minuten verder. Ja, time for the final piece of this step. Dat is nog niet waar. We hebben nog één laatste stap. Ja, dat is deze. This is so one is important because it's going to hold the right Joy-Con. Nou, draaien we hem weer om. Voilà.
En we gaan weer vouwen hoor. Dus dat is gewoon middelste. Ja. Dan die ernaast, die wat kleinere zit daar. Ja. Ja. En dan twee naar binnen. Zo. Ja. En terug. En de fluffeltjes links. Ja, ja hoor. Ja, ja hoor. Ja. Ja hoor, links. Ja hoor, hartstikke goed. Onderin, hartstikke leuk, hartstikke bulps. Laat die omhoog inderdaad. Draaien we een hele mythische bende om. Ja, en oh! Wow, hier wow, is allemaal shit. Wow, fucking ding, wat de... Oké, nu... nice. Oh wacht, ja? En dat schuift dan? Dat kan dan... Even kijken, dat moet naar beneden inderdaad met dat... Ja, je hebt hem goed inderdaad. En dan kan je die zo... Klik. Zo. Ja, en dan zijn we er waarschijnlijk nog niet. Moet je het weer omdraaien. Ja. En dan kan je die twee buitenste flappen, kan je als het goed is, daarin steken. En dan klikt dat zomaar vast. Wauw. En dan, hebt... dames en heren. Mooi hè, de wie de ingang van je Joy-Con. Echt tof hoor, check dit. Wow. Super vet, super wild, super gek. Top. 14 minuten op de camera qua batterij. Maar dat zien we dan wel. We gaan naar de volgende stap. Ja. Even een drankje. Zullen we hier een klein knipje doen? Dan kan ik misschien een stekker aansluiten. Wij pauzeren even. We pauzeren even. Wij zijn klaar voor de volgende stap. Stap 2 uit 5. Ja. Echt hè. Ik weet al wat. Hier moeten dit eruit. Dus dat mag jij doen. Deze twee dingen en deze. En van B moeten er twee kleine... Flubbeltjes hieruit. We noemen alles flubbeltjes, hè? Dat weten jullie inmiddels. Labo. Flubbelpakketjes. En deze is dus nu leeg. Dus deze gaat... En deze is ook leeg. Nice. Hartstikke goed. Boom. Alright, forwards. Let's check it out. Voorwaarts. De eerste... Oh, er moet ook nog heel veel van C en D. 10 pieces from C en D. Jij mag D van mij doen. Alright, cool. D is wel lastig, maar er moet eigenlijk gewoon alles uit volgens mij. Ja, volgens en mij En van wel. C moet de rest er gewoon uit, behalve deze. Zullen we het even een beetje ordenen ook, dat dit zeg maar van A en B was? En dat we dan kijken van... Ja, D moet echt wel alles uit. Ja. Wat ook wel, wat me ook wel opvalt en wat ook wel echt soort van en leuk is en nuttig is, bijvoorbeeld als je kijkt op deze plaat, dan zie je hier bijvoorbeeld een vogeltje zitten. Nou, dat ziet natuurlijk en leuker uit, maar het is ook voor je hand-oog, je ziet daar een vogeltje en natuurlijk het idee dat je ook weet hoe je hem moet houden. Ja. Dat is ook nagedacht. Zeker. Dus eigenlijk... Eigenlijk ook al die kleine... Tussendingetjes. Tussendingetjes. Ja, ik wilde zeggen kuddingetjes, maar dat is natuurlijk weer heel erg banaal. Ja. Ja. Ja, dat had ik ook helemaal niet moeten zeggen, maar ik zeg het toch. Daar kan ik echt, nou, daar kan ik gewoon niks aan doen, dat is gewoon banaal. Even kijken, dan gaat deze er ook uit. Deze moet eruit. Nou, wat heb je gedaan van de week allemaal voor leuks? We zijn natuurlijk in Gooiland geweest gisteren. Ja, het was een theater. Het was echt een hele leuke opname. Ja, mag ik al zeggen waar het voor is? Ja hoor. Het is voor een aanstaande bottleneck. En dat heeft te maken met het ROG-event van ASUS. En dat wordt gehouden in het Gooiland in Hilversum. Het Gooiland Theater? Het Gooiland Theater. En daar hebben sterren gestaan. Ik noem maar gewoon even. Javier Guzman, Herman van Veen. Herman van Veen stond daar dus eergisteren. Peter Bouwman. En ik stond daar gisteren. Ja, dat voelde wel even... Maar Herman van Veen had wel publiek. Mooi. Ja. Jij had leuk publiek. Ik had leuk publiek. Ik had jullie. Deze gooi jij gewoon daarheen? Ja, die pleur ik gewoon naar neer. Uit. Je moet ook nog alle flubbeltjes eruit halen. Hè? Tenminste, ja, ik weet niet of jij ook nog flubbeltjes hebt, maar ik heb heel veel flubbeltjes. Er is heel veel flubbeltjes eruit halen. In principe moet al deze hexagonnetjes eruit. Bij elk dingetje denk ik wel. Ja. Ja, het leuke is natuurlijk ook wel dat je dit natuurlijk voornamelijk ook gewoon met... meerdere mensen doet. Je gaat het niet alleen doen. Nee, dat is waar. Dat is triest. Dat doe je. Dat is niet triest. Als je, mocht je geen vrienden hebben, dan vind ik dat helemaal niet erg. Nee, is ook niet zo. Maar dan zijn wij er voor je. Ja, dat kan je met ons doen. Een soort mukbang. Weet je wat mukbang is? Nee, maar dat heb jij wel vaker. Dat je expres termen gaat noemen die ik niet ken, zodat ik dom lijk. Nee, dat is helemaal niks te maken met dom. Dat heeft gewoon mee te maken met dat je dan gewoon niet op de hoogte bent. Iets minder algemene kennis hebt. Nee, maar mukbang is, als je dat niet weet, heeft niks te maken met een hele moderne term. Dat is gewoon een beetje internet slang. Dat is een mukbang video is dus dat, stel wij deden nu in plaats van labo, zaten wij gewoon te eten. Dat is een soort eating show. En dan ga je dus kijken hoe iemand anders eet.
Hartstikke leuk. Zo kan je dan ook nu kijken hoe wij Labo maken. Ja, maar ik moet wel zeggen dat we ons nu al hebben vergist in de tijd die het ons kost. Ja, maar misschien ook wel dat we of stukjes doorspoelen of het is misschien ook wel gewoon een beetje de charme van dit item. Toch? Ja, maar mij niet uit. Je kan niet verwachten dat we dit zomaar doen. Nee, ja, en als je echt in detail wil weten hoe je moet bouwen, dan moet je sowieso op de Switch kijken. Dat is gewoon leuk, denk ik, om dit met ons te bouwen, toch? Ja. Ik ben begonnen met deze. Deze moeten we omdraaien. De rest ga ik even aan de kant. Ik ga dit ook even weghalen. Dit zijn alle flubbels? Ja, dat zijn alle flubbels. Oké, gewoon daar. Ja, goed. Leg ik dit ook even opzij. We beginnen met deze. Dus dat is fijn. Kom maar op met je tips en tricks. We gaan lekker vouwen weer. We gaan weer lekker vouwen. We beginnen gewoon lekker hiermee. Klik. Bam! En dan die daarboven. Je mag dit gewoon doorspoelen hoor, want ik hou dat bij. Bam. 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 Oh, wacht even. Deze bam. Ja. Bam. Bam. Dus die zijn naar boven. Ja hoor. En dan een flippeltje midden. Oh, wacht even. Dit is namelijk dit. Ja. Zie je dat? Dus, dat is niet helemaal. Het hele. Dat is het middelste. Ja, precies. Oké. Je moet wel eventjes, dat vind ik wel, je moet wel goed opletten hoor bij Labo. Want je ziet nu twee echt professionals aan het werk. Maar voor thuis even de tip. Dat je goed oplet. Ja, let op hoor, want je kan heel snel iets fout zich vouwen. Ja, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg, maar dan zit je toch met de gebakken peren. Ja, het is ook, ze laten nu bij elk stukje natuurlijk zien op een bepaalde volgorde dat je het vouwt. Maar op een gegeven moment heb je ook door, elk vouwlijntje moet gewoon even ingevouwen worden, zodat dat karton een beetje begint te leven. Is ook zo. Mooi, dat karton een beetje begint te leven. Wat goed van jou. Ja, mooi. Oké, dan gaan we vouwen. Ja, nu wordt het ineens allemaal heel ingewikkeld. Dat moet omhoog. Ja. Nee, die daarna is het toch? Nou, dit moet gewoon. Oh ja, sorry. En dan die andere kant. Op dezelfde wijze. Zie je dat? Zo, misschien van de zijkant makkelijker. Zo, ja. Dat is de eerste alleen. En dan de tweede. En dan heb je dit. Een soort garnaal krijg je dan. Ja. En dan is de kwestie van die moet helemaal naar buiten. Zie je dat? Oh ja. Wauw, ja. En dan gaat die daarboven, die kan daar dan als het goed is. Zo, hier zo in. Ja, en dan krijg je een soort ruit, of hoe noem je dat? Een zeshoek. Hexagon. Maar dan met vijf hoeken. Oh, dan een pentagon. Dan gaat dat dubbelen. Ja hoor, en dan klikken de klik. Ja, maar. Ja, precies. Ja, die zo. Moet, sorry, ja. Zag ja, je ja nee, ik heb het gezien. Wel. Het is duidelijk. Kennen jullie dit nou? Dat is raar, die staat dan weer niet op beeld. Maar nou, dat maakt niet. Dat ook improviseren wij gewoon. Is het labo? Ja, het is helemaal in style. Oh, we need some things. We hebben een 1 en 2 van deze dingen nodig. En ik denk. Denk, dat we die moeten omdraaien en gewoon even gaan vouwen. Even de. Hij gaf ook al de tip, dit programma, van, want hij had zelf ook al door. Stap 2 is eigenlijk hetzelfde als 1, maar dan net zo lang. Je kunt vooruit spoelen. Dat gaf hij net als extra tip bij deze stappen. Ja, want jij kunt ook gewoon zo extra snel. Oké, dit ga ik dus zo doen. Zo en zo. Ja, en dit is dus de fishing rod. Dus eigenlijk waar de hengel. Je kunt indraaien. Ja, klik je inderdaad op die drie punten vast en aan de andere kant geldt hetzelfde. Ja. Binnenvouwen. Hop. Zo. Hop. Gaat er zo in. En klik. Ja, en dan? Heb je dus een dichte pentagon. Mooi, hè? Ik word hier blij van. Je kijkt me aan alsof ik het fout doe. Maar nee, helemaal niet. Sorry. En dan is het net als in de ding. Maar die voor mij stuit het niet zo mooi als in het spel. Time to slaughter that into place on the rod. Dus dan moet je hem met. Deze moet op de rod. Ja, met inderdaad dat flippeltje naar buiten en dan. Oh, wacht even. Welk flippeltje? Dit flippeltje is goed. Ja, net het stipje. Ja, met stipje. Ja. Cool. Dat gaat dan. Schrijf je die eraan. Make sure you have the right way around using Labo Fish. Ja, dit is echt gaaf voor dit. Dit is echt slide. Oh, wacht even. Die flippeltjes moeten wel eerst naar buiten. Die moeten naar buiten blijven. Ja. Aan de onderkant. Okay. Ja. En dan komt er doorheen. Ja. En dan tot ongeveer. Ja, hij kan niet verder. Nee, maar dan komt hij met die twee steepjes gaat. Ja, zo. En dan op een gegeven moment ga je dan naar binnen vouwen en vastklikken. Klik en klik. Zag je dat? Dus heb je als het goed is die hier. Ja, dus ik kan hem zo klikken. Ja, en dan de andere kant. Verder. Wacht even. Aan de andere kant heb ik dat niet. Wacht, ik doe hem verkeerd om. Wacht even. Ja, ik denk dat je hem verkeerd om. Ik moet hem verder doen. Nee. Ja, dit is natuurlijk de tweede. Wacht, hij moet verder. Heel ver hoor, moet hij. Ja, ongeveer halverwege. Ja, helemaal goed. Zo, deze zo. Maar hij kon hem natuurlijk ook nog kan uitschuiven, dan is dat helemaal niet halverwege. Ik dacht dat hij verder kon, maar dat kan natuurlijk nu niet meer. Oké, nou helemaal goed, dit zit vast. Bam! Dan heb je hier je. En dan heb je eigenlijk al. Now for the middle part of the reel, this is where the Joy-Con will go.
Cool. Draai je hem om. En nu gaan we gewoon weer lekker vouwen. Ja, dat is weer de middelste. En dan die daarboven. En dan die daaronder. En dan die daaronder. Dan krijg je dat. En dan krijg je het... Het flippeltje linksboven. Wat moet jij nou lachen? Nee, dat je, ik bemerkte gewoon dat je heel klein beetje geïrriteerd hebt heel even. Helemaal niet! Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik was helemaal niet geïrriteerd. En dan... Ja? En dan... Ja, onder. Ja? En dan... Oh, ik ga heel snel naar. Dat nee, dit snapte ik al wel hoor, zo. Ja? Dan heb je overschat. Onderschat. Doe je wel vaker. Dan dat bovenin erin. Oh, daar was jij al. Nou, dan hebben we die kant. En dan gaat dat naar binnen. Wacht even, want deze zit bij mij. Deze gaat naar binnen. Ja. En dan draai je hem zo. Op zijn platte kant. En dan doe je die naar binnen. Dan doe ik die naar binnen. En nu dat je die dan daarin kan klikken. Klik. Goed dus. Klopt. Mooi doosje weer. En dan heb je een doosje gemaakt. En dan komt er iets wat hier. Deze? Oh ja. Die pijltjes gaan dan, nou die vouw je zo open. Zijn het pijltjes? Dat zijn pijltjes. Oh, maar die moet je gewoon echt helemaal dubbel gevouwen houden. Ja, en die moet je gevouwen met de pijl naar boven. Hier in de eerste. Ja. Zo. En dan, ja, wacht even hoor, want er komt nog iets achteraan. Als het goed is, schuif die door totdat je hem aan de onderkant ook een beetje eruit ziet steken. Dat heb ik hier, let op, dan steek ik eruit. Ja. Mooi hè? Ja. Nee, doet hij goed hoor. En dan draai je het zootje weer om. En dan hebben we het volgende stukje. Dat moet je de hele blauwe. Ja. Die draai je weer om. En we gaan weer in het midden vouwen. Op de fluppeltje rechts. Oh, die vouw je dus. Sorry hoor. Die vouw je zo. Ja. En dan doe je hem een beetje vouwen, zeg maar. Deze als een is soort tacootje. En dan kan dat dus. Het gezichtje kan er dan zo bovenop. En dan kan je, als het goed is. Kan je dan. Dat erin klikken, kan je dat zien? Ja, ik zie hem. Hij zit al. Ja, dat is ook maar één kant inderdaad die erin kan. En dan, en dan andere de andere ook. Kant ook. Ja. En dan steken die twee oortjes er staan nog uit, ja. Ja. En dan draai je hem om. Maar dit vind ik wel een hele complex hoor. Ja. Die gaat dan met de inkt naar beneden weer. Gaan we weer naar het eerst vouwen. En dan de twee flippeltjes naar binnen vouwen. Ja. En die gaat er waarschijnlijk aan de andere kant. Ja, die gaat op dezelfde wijze. Klinkt die eerst rechts, zeg maar. Het rechter dingetje erin. Dan zit die vast. En dan kan je ook na het linker dingetje vast. Maar dit zit niet heel erg stevig nu. Nee, maar dat komt misschien nu nog. Nee, dit nee, is het. Dit is het. Oké, en dit kan je dan zo vasthouden. Ik weet niet waarvoor, maar je kan hem vasthouden. En dat oh, wacht even. Time for the piece. It looks like a pair of glasses. Wee, bloep. Ook die even vasthouden. En die moet je naar het gevouwen houden. En daar gaat hij dan in. En dat moet met de, ja, met de witte soort van kartonnen kant naar boven. Schuif je die dan zo erin. En dat beantwoordt denk ik jouw vraag. Die schuif je echt wel echt een flink stuk door. Ja, nou hoor. En dan helemaal door zelfs tot de verder kan. Ja. Wauw. En nu pakken we onze grote vrienden weer bij. En kan je dan met, oké. Check the Labo logo is the right way up. Labo inderdaad omhoog en het gezichtje met de minste inkt naar boven. Nee, die kant ja. En die schuif je dan. Dat gewoon helemaal doorheen. Ja, tot het niet verder kan. Tot eigenlijk. Het niet verder kan. Want dan heb je dus een draaimechanisme. Zie je het al? Heb je het al door? Hier kun je dus draaien. Vet, hè? Nee, dat vind ik wel leuk. Nu hebben we. Oh wauw, dit moet ik even weer aan de kant leggen of zo? Ja. Oké. Okay. We gaan nu eerst weer naar dit. Draaien we natuurlijk weer om. Oh, probeert je ook? Ja. En dan gaan we weer vouwen bovenin, die daarboven, en die daarboven, en zo. Daaronder, en die daaronder, en die daaronder. Ja hoor. Leuk hoor. Oké. Okay. Oh, weer deze nodig nu. Kinda looks like glasses, hè? Huh? Ja, het lijkt wel op glas, ja. Zeker, op een bril. Een hele gekke bril. Maar draai je om. Heb je hem nu goed omgedraaid? Nee, dat weet ik dus niet. Ja, dan moet je even checken. Hij hoort... Met de dingetjes. Ja, ik heb het goed gedraaid. Ik moet die hebben. Maar die moet daarop. Jap. En dan vouw je, denk ik, die andere er nog overheen. Denk je? Nee hoor. Ja hoor. Oh, jawel hoor. Hoppa. Je hebt gelijk. Zo. En, wow. Wow, er komt een ringetje. Het zwarte ringetje gaan we nu pakken. Ja.
Wat vind jij als je ringetjes moet gebruiken, vind je dat een soort van cheat? Dus eigenlijk zegt Nintendo nu ja, we konden het wel helemaal met karton, maar niet helemaal. Ja, het is wel waar. Ja, maar, maar die ringetjes zijn meer een soort detail, toch? Die hoeven er niet per se op. Nou. Nee, toch? Nee, nou, ik weet niet. Oké. Nee. Oké, dan moet je eerst natuurlijk even kijken welke kant dan... Nee, dat had ik al wel door. Dit moet er zo overheen. Deur. Dan heb je dus bovenin komt die met het schroefje, zeg maar. Ja, zo. En die druk je dan door dat kartonnen dingetje heen. En dan moet die ook hier doorheen. Ja, die doe je daar dan tegenaan. En dan draai je er denk ik om. Ja hoor, en dan klik je. Klik je die er zo vast op. En dan zit dit dus gewoon aan elkaar vast, hè jongens? Ja, nee, met deze is het wel een beetje gecheat. Want dit ja, is natuurlijk niet echt... Maar goed, nu gaan we het doosje natuurlijk oprollen. Dat rolt dan gewoon zo naar het midden toe. Het eerste stukje. Ja, en dan neem ik aan de andere kant. Precies één. Ja, die zit dan ook vast. Dan krijg je als het goed is, jou hoor, een soort emmetje. Zo'n emmetje. Dan gaat de linkerkant daar overheen. Zo. En dan doe je dat naar binnen. Ja, en dan klik je dat zo daarin. Ja, en maar ook de zijkanten natuurlijk. Zijkanten, hetzelfde laken. En dan zit die dus, hetzelfde laken pak, mooi. Pak. Zit en vast. Dat is wel heel tof dit. De kant, nou dat hebben we al gedaan. En dan gaat dat met z'n allen. De hele grafzooi over dat. De hele grafzooi, ja? De hele grafzooi. Niet eens een grafzooi gaat er. En dan mag deze weer helemaal. En dan ga je alle drie die dingetjes inderdaad opvouwen. En ladies and gentlemen. Ja, maar ik vind het dus leuk als dingetjes draaien. Dit draait dus. Dat ja, dat is dan natuurlijk. Dat komt daar aan vast, neem ik aan. Ik denk dat dan ingeschoven wordt. Nee. Jawel. Dat is de. Ja. Dat is de. Ja, hoe noem je dat? De hendel. Ja, de hendel waar je hem aan draait, zeg maar. Zorg even dat hij dat lined up is, want het is een pentagonnetje natuurlijk. Ja, die heb ik nu. De hoekjes kloppen en dan druk je dat daar gewoon op. Ja, dat doen ze daar heel simpel. Ja. Ja. Oké, nee, het gaat eigenlijk hier ook wel simpel. Ja, en dan kan je, als het goed is, als we niet... Oh, nee, we zijn nog helemaal niet klaar, joh. Nee, want dit zit nog niet stevig genoeg, hoor. Nee, dat zit er nog los op. Er komt nu nog karton bij om... Nou, dat draai je wacht, nee, ja, wacht nou. Ik snap het nou niet meer. Oh, sorry. Waar zit ik? Dat is dat ding. Ja, even terug. Ja, dat zijn die twee en dan met ja, de maar hij kant. Zegt dit zo. En dan moet ik dus... Draaien. Zo draaien. En vouwen. En vouwen. En dan krijg je zo'n euroteken. En dan die andere... Oh, wacht even. Nee, hij gaat eerst die... aangeven hoe die erop... Dan gooi je er hier zo in. Met het blauwe kantje naar buiten. Ja. Oh, maar dit is dus de versteviging die ik dus zocht. Ja, en deze geldt ook weer. Draaien... vouwen en ik neem aan aan de onderkant. Ah, nou, dan mag je het. Oh, zet je dat en dan zit de blauwe kant naar buiten. Nee, maar dit was de versteviging die ik zocht. Want nu is hij dus echt stevig. Nu hebben we echt al een hengeltje. En draai maar eens even. Ja, dit vind ik vet. Want hier komt straks je Joy-Con in. Dat is echt tof hoor. Het werkt. Het werkt. Ik ben wel een beetje, ik word er wel een beetje trots van. Ja, maar dit is ook echt. Dit geeft ons heel veel voldoening. Ja, dat dit ons nou gewoon gelukt is. Ja, nou, we zijn bijna klaar met stap 2. We hebben nog twee muzieknootjes. Die dus achter elkaar. Kaartjes als het ware. Die gaan. Oh, eentje. One of them is just a spare. So we don't deze is een reserve. En wat is deze dan? Die draai je om. Draai je om. Vleugeltjes vouwen zeker. Ja hoor. Ja hoor. En dan draai je, alleen de buitenste en draai je hem om. En dan kan je die, als het goed is, daar... Jemig, let op, die kun je dus hier insteken. En dat kan er gewoon in. En dan heb je hier dus een muzikaal detail. Bam! Nou, dat gaat nu een stuk... Nee, je moet niet, je kan alleen naar achter draaien, hè, toch? Oh, dit is de muziek! Oh, je hoort ook. Hij hoort ook nu te rikken tikken. Wacht, dat geeft de switch aan. Ja, dit is mijn rattling source. Dat is vet. Vet de muziek erbij. Nou, oké. Okay. Oh, dat hoort hij te doen, joh. Wat vet. Ja. Daarom is de muzieknootje. Dit is de muzikale details, zijn dit. Vet. Leuk. We gaan verder. Forward. 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 Oké, okay, the reel is complete. Nou, hij is zeker complete. This might be a good time to take a little break, maar die hebben wij net al genomen. We hebben net al een break genomen, dus we gaan geen break nemen. We gaan gewoon lekker verder naar de volgende sheet. Let's make the sea. The sea. We gaan de zee maken. Nou, dan hebben we eerst... Wat hebben we nodig?
Een heel goed ding. Maar waarom die nou niet aangeeft op welk blad dat zit, dat vind ik raar. Maar dat is niet. Deze. Ja. Op blad E. Oh, maar deze is ook. Ja, maar nu doen we ze er niet, want alles tot en met D was ook al. Nee, dat is niet waar. Hier zit nog iets. C heeft water. Nou ja. Sorry. Daarom. Ik gooi niks weg als er nog wat op zit hoor, Salim. Nee. Maar deze hebben wij nodig. Ja, met een soort grote pijl. Oh, wacht, nu gaat hij aangeven. Wij waren gewoon te voorbarig. Wij waren te voorbarig. Hij gaat deze gewoon. Gaat eraf. En wat van 1F? 1F. Dus C kan nog heel even weg. Dit is F. Van F moet er heel veel uit. Ja. En van E, moet hier nog flubbeltjes uitnemen? Nee. Dat kan niet. Mag ik jouw hoofd flubbel maken? Ja. Ik mag hier flubbel uitdrukken wat jij... Wat heb je nou precies gepakt? Die, maar daar hoeft hier verder niks uit. Ja, deze is dit ding eruit. Dat is het dan. Wat vinden jullie van een item vanuit mijn huis? Dat is wel even anders, hè? Dat is wel kleuteriger. Wat vinden jullie überhaupt van Labo? Laat het ons weten. Ja, vinden jullie het gaaf? Zijn jullie net zoals ik sceptisch? Zijn jullie nu al nog steeds aan het kijken na een uur? Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Dat vind ik echt heel knap. Ik weet dat er gamers en fans zijn die dat doen. En daar vind ik jullie heel erg lief voor, maar ook wel een beetje vreemd. Ja. Maar goed, laten we eerlijk zijn. We zijn allemaal een beetje vreemd als het gaat om games. Ja. Wat houden wij van? Nee, dat is dan. Moet ik wel zeggen dat ik nog nooit zo zeg maar, actief ben geweest met een game? Nee, ik heb ook zo, nog nooit zeg maar, eerst zo lang iets... Dit is als het ware, kijk, dat vind ik wel, de Switch pretendeert natuurlijk allemaal heel leuk te zijn dat je je game niet meer hoeft te installeren. Maar dit brengen ze nu eigenlijk gewoon met dit terug. Ja, dat waar is je bij de Xbox van je game. Een uur wacht voor het downloaden van de game, is dit een soort leukere manier voordat je mag gaan spelen. Mooi, ik heb deze al gedaan. I took the liberty. Nou, dat vind ik niet leuk, want ik ben hoofdflubbel. Ja, je bent wel hoofdflubbel, dat is waar. Sorry. Volgens mij is dit... Ik heb wel dat het nu makkelijker wordt. Ik denk niet dat we, ja. Ik denk dat we over de helft zijn al, hoor. Ja, wel, jawel, jawel. Ik denk dat het nu... Dit is wat grover of zo. Nou, we pakken weer de pijl erbij. Dit is een soort boot. Ja, die leg ik heel even hierachter. En we gaan... You're ready to make the seal itself. What does that even mean, zegt hij dan. What does it even mean? Wow, making the seal. Filosofisch en ja, shit. Ja, is heel mooi. Nou, ik ben één flubbeltje vergeten trouwens, maar ik vergeet het je. Nou, dan ben ik ontslagen als hoofdflubbel. Hoppa. Links. Nee, je moet beginnen met links. Je moet wel even schermen. Nee, maar jij vergeet ook dit ook weer. Ja, maar nee, maar je... Ja, maar ik ben helemaal van apropos dat je van alles vergeet eruit nee, maar te jij halen. Doet nou eerst rechtsfout. Hoor. Je moet duidelijk eerst linksfout. Ja, nee, ik doe linksfout. Je en gelijk, dan sorry. Nu ja, pas rechts. Dat is waar, je hebt gelijk. Sorry. Het is van cruciaal belang dat je nu ook de linker... En daar moet ook weer wat uit eigenlijk. Nee, nee, dat doe je niet. Dit heb je wel goed gedaan. Oké. Okay. En dan moet oh, deze? Nee, dit moet er wel uit. Nee joh. Jawel. Wel? Ja. Oh ja. En de andere kant ook. Nou, goed, prima dat je jezelf op je fouten wijst. Ik denk, ik laat je ermee wegkomen, maar nee hoor. Dan een fluppeltje. Heb ik. Ja, die heb je allebei al gedaan. Ik ga hartstikke snel, jongen. Ja, dan die. Ja hoor. En dan gaat de... Oh, oh, hey, ander stukje erbij. Deze. Ja hoor, zo. Ja hoor. Ja, zeker. En natuurlijk weer omdraaien. Hoppa. Ja, ja, maar wel, je moet goed opletten hoe ze hem draaien, want zo moet jij het ook doen. Ja. Links, vouw, vouw, je mag ze omhoog laten staan en dan zet je hem op zijn rug en dan haal je die eronder en dan als het goed is, kan je dus dat dan erin klikken. Nee, het klikt nog niet. Dit is gewoon om het goed neer te zetten, maar het klikt nog niet. Nu gaan we pas echt eromheen vouwen. En dan kan je die, dus die, eerst die rechterkant beide omhoog en dan voornamelijk die... Deze moet hierin. Ja hoor. Hats. Ja. En de andere kant. Hats. Zo. Dat is al mooi. Okay, ja, nee, maar dit is echt, een heel fijne. Want dit gaat allemaal wat groter werk. Ja, dit is wat minder prigo. Ik ben hier weer een flippeltje vergeten. Jezus Christus, Salim. Links. Ja. En rechts. En rechts. Oh, oh, oh. Deze moet je voorzichtig mee zijn. En dan de drie. Ja. Ja. En dan gaat dat weer op zijn rug. En dan kan dat daar, als het goed is. Als je dus het juiste first party Labo pakket hebt gekocht. Dan moet dat gewoon in één keer werken. Zo. Mag ik zeggen dat het tot dusver onverwacht soepel gaat? Ja. We zitten eigenlijk te wachten tot het eerste breekt. Nou ja, tot we ook even lopen te kloten. Maar dat hebben we nog helemaal. Ik heb het gevoel dat we niet aan het kloten. Nee. Ja, of, ja, we doen er wel lang over, maar volgens mij doet iedereen er zo lang over. Ja, ik denk dat wij niet langzamer zijn dan heel veel anderen, hoor. Nee. Er gaan nu allemaal comments komen. Ja, je sukkels, de.
Ja, maar dat wisten we al. Het gaat gewoon even over Labo. Ja. Die omhoog. Ja, dat kan. Nee, goed, dus als je ongeduldig gaat doen, dan weet ik niet wat. Oké, dit gaat er zo gaat op. Op, ja, en dan gaat inderdaad dat gaat daar dan in. Nou. Och. Ja, maar het klinkt wel echt heel fijn, want hier komt natuurlijk je... switch. Je switch. Zal het? Is it true? En die draai je om, eeuw, en dan ga je... Ik zie hier twee floppies die er niet uit zijn. Goed, Goed. Dan de bovenkant, de titi. De titi in Assen, ja. Machtig mooi, Labo. Labo. Ja, als je uit Ooster komt en je neemt hier, aanstoot aan, dan, ja, dan... Dan ben je gewoon een sukkel. Een zakkel. Even kijken, links. Iedereen moet kunnen lachen om zichzelf. Ook als jij uit Ooster komt. Ook als jij uit Ooster komt. Ja, die ook dan nog even. Zo. Nee. En die kleine ook nog. Ik doe het tegenwoordig helemaal gelijk, hè? Zie je dat? Ik doe alles tegelijk. Ja, ik ben er inmiddels in. Je bent al helemaal verlaboot. Ja, ik ben helemaal pro. Ploep, 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 ploep. Oh. Ja, en dan kan dat inderdaad. Oh, ik ga veel te snel. Sorry. Dat moet je gewoon dus. Dat moet je gewoon echt niet doen. Ja, dat moet uiteindelijk moet het alsnog. Zo, die gaat zo. En deze gaat zo. Ja, maar het mooie is dat je hem ook echt zelf in dit perspectief zoals Nintendo hem aangeeft kan volgen. Maar je kan dus ook zelf je los kan ook draaien. Dus als jij wat meer advanced bent dan ons, dan kan het. Oh, dat is een heel groot. Wat staat er? Nou, fold this part so it fits inside. Wee! Gedeg. Die moet daar echt. Die mag ook echt. Uiteindelijk eindigt hij ook echt plat. Dus die is ook echt. Ja. En dan als het goed is, kan je een heel mooi houdertje. Kijk, dat kan je dan. Daar. Ja, ik let ook even op de mensen thuis. Oh, sorry. Die betrek ik af en toe. Die zijn er ook nog, hè? Oh, hallo. Dat doe je dan daaraan. Ja. Yes. En dan. Vaar je dat. En dan die naar beneden. Maar dan. Hey, blauwe ringetjes. De laatste blauwe ringetjes, jongens. Maar die touwtjes komen ook nog. Wel. Ja, zin en elastiekjes. Dit wordt echt weer next level. Hè? Dit wordt echt next level. Shit. Next level, shit. Zet het item, hoe lang duurt het item? 4,5 uur. Mooi. De mensen willen nog meer uiteindelijk. Okay, dus die gaat eronder. Dit moet eronder. Dat is zo erheen. Loep. Loepie. En dan daarboven komt dan boven. Het platte dingetje. Loep. En die druk je zo stevig. Klik. De klik is goed. And the sea is complete! Kijk, en dit is dus nog een soort van los, maar dat betekent dat je gewoon hier je ding kan doen. Ja, yeah, je switch. En dan kan je dan gewoon stellen zo. Het is echt heel tof. Tof gedaan. The sea is complete, dus moet dit los blijven? Ja. Nou ja, nou, the sea is complete. Hier is de sea. Hier is de zee. En er staat, wow, that's a great sea you've got there. Well done. You've definitely earned yourself a little break. Nee. Nee, we gaan niet breken. Break is voor sukkels. 4 van de 5. Let's make the spool. Ja, we gaan nou met touw aan de slag, jongens. Nu wordt het spannend. We hebben nu wordt het echt spannend. En F weer nodig. E en F. Ik heb hier voor jou E, de onderste. Yep. En ik heb F hier. En daar moeten weer een heleboel flubbeltjes uit. I'm gonna redeem myself. Maar wij hoeven niet zoveel flubbeltjes uit, hoor. Nee, maar het zijn ook niet zoveel onderdelen meer, want ik zie hier bijvoorbeeld dat F is nou leeg. Oh. Ja, dat is ook wel mooi om je progressie een beetje bij te houden. Zijn mijn kartonnen platen al leeg? Ja. Dat is de vraag die je eigenlijk jezelf elke keer stelt. En natuurlijk, waar ben ik mee bezig? Dat is de tweede die je stelt. Maar goed, wij krijgen hier gewoon voor betaald. Ja. Wat ook prima is. Maar ik vond dit, ik weet niet, ik vind het wel gewoon tof. Dus ja, maar je wordt hier wel zen van. Ja, plus het denk ook wel, wat is natuurlijk ook aangegeven. Deze ziet er niet uit, hè? Nou ja, hij is wit. Ja, is wit een andere kleur? Ja, als in zwart is er al uit, wit zit erin, maar moet er nog niet uit. En knippert, dat zit erin en moet eruit. Even kijken, als het al zo staat, moet hier deze er moeten uit. Ik heb hier nog 22 minuten tape, jongens. Dus je weet hoe lang het item nog duurt. Ik ga geen nieuwe tape maken, erin doen, kopen. Wil je hem nog gewoon afronden? Ja, dat is gewoon je laatste stuk zie je zelf, hè. Volgens mij heb ik het alles eruit. Ah nee, niet. Hier nog. En hier nog. Nou, aan jou weer de eer. Doe om de snelheid er een beetje in te houden, hè? Dat is waar, hè? Wat probeer je nou te zeggen? Dat jij niet zo snel kan bouwen als ik. Nee, dat is waar. That's the last of the pieces we need for the fishing rod. Oh, de rest mag weg. The extra pieces, though, they'll come in handy later. Dus okay. Later, alligator, nog iets nodig.
Oké, for now let's store sheets. Maar lekker, tafel is leeg. Ja, dat voelt goed. Deze mag omgedraaid worden. Maar hoe dan? Met de, die kant daarheen. Zo. Ja, dus als je hem zo blauw had. Zo met die dingen. Nou, ja, en dan is het. Dus wel zo, ja. Ja. Het is nog een filmpje trouwens. Kun je dat minder passief-agressief zijn? Nee. Onmogelijk. Dan die naar binnen. En dan die daarboven. En hoppakee. En hoppakee. Ja. En links. Oh, wacht. Dit is een moeilijke. Jongens, let op dit stukje. Dat je hem echt goed even vouwt. Want deze schiet heel makkelijk uit naar de volgende. Zeg maar. Yep. En dan dus even niet even opletten. Boom, boom. Boom, boom. Boom. Oh, dan kan je dan klik je iets vast. Ja. Zag je dat? Ja, ik heb hem. En dat gaat naar binnen. Zo, dit is goed. Goed. En dan die kant moet helemaal naar binnen. Oké, okay, dus even helemaal naar binnen zo. En die andere kant ook. Deze helemaal ook. Naar binnen. Helemaal naar binnen, zo. En dan heb je zo eentje nodig. Ja, klaar. Ik kijk even naar de mensen thuis, hè. Die moeten we ook even zo doen. Dan gaat dit zo in. En die schrijven we erop. Dan heb je het bovenste en het onderste streepjes als het goed is. Ja hoor. Zo, kijk eens even. En hier moet dus de lijn omheen, dat weet ik nu al. Dan sorry, maakt ja. Dat nog uit welke? Nee, die draaien we om. Ja. En die vouwen we in het midden. Die vouwen we in het midden. Ook een lastige. Deze is ook echt lastig, want dit is heel klein en dit is echt gepriegel. Ja. Zo. En die moet waarschijnlijk in de middel. Oh, jee, rubber bands! Rubber bands! Oké, okay, nu wordt het echt gewoon super complex. Ik heb twee elastiekjes. En die gaan dus. Eerst heb je de ene. Die gaat er omheen. En die gaat soort van daartussen. Maar moet zo. Daartussen, ja. Ja hoor. En dan gaat die hele contraption. En die gaat in de middelste. In de middelste spleetje, zeg maar, horizontaal. Yes. En dan heb je een soort speen. Ja, dat lijkt wel. Een soort speen. Deze heb ik hier. Die draai je om. En die vouw je zo. Als het een soort dikke T wordt. En dan gaat dat. Oh, wauw. Bovenin. Ja, maar hoe? Want hoe gaat het elastiek te? Dat duw je gewoon helemaal door. Als dat lukt. Tot die zeg maar die T zo aansluit. Dit is ook echt een mooie versteviging. Super tof. Super tof. Ja. Super tof. Cool. Ja, het goes all the way through. Wees niet bang. En dan heb je de andere kant. Dan gaan we dit ook weer doen. En dan inderdaad ga je die weer met de blauwe kant naar buiten erop zetten. Hoppa. Dan heb je zo'n deze stukje. Moet je dus weer oppassen hoe je deze vouwt. Dat is namelijk heel erg secuur werk. Ja, die vouw je weer dubbel. En die steek je weer in het midden. Het is de eerste elastiekje erheen natuurlijk. Maar bad. Ja. En dan gaat hij erin. Nou. En klik je vast. Zo. En dan vouwen we deze dubbel. Yep. En ook die gaat bij deze dubbelvouw moet je ook even goed opletten. Want deze is ook een beetje kleiner, dus fragieler. Dat is echt, hoe kleiner het karton, hoe meer je met soort gevoel dit moet doen. Ja, en ik zie dat jij dat heel goed kan. Dankjewel. We komen ook uit de sloppenwijken van Bosco. We hadden alleen maar karton. Jullie aten ook alleen karton. Ja. Oké. Okay. Wow, what the fuck. Oké, okay, nu gaan we spelen met het touwtje. Dit is het touwtje. Ja. Wacht even. We're going to need the long string, orange piece of string. Dit is de lijn. Ja. Ja. Oké, okay. Wow. Tie a knot at both ends. Er moeten knoopjes aan beide kanten. Maken. Ik ben heel in een zeeman. Ja, dat zou maar kan. Mazworp. Oké. En both and tightly knotted. Yes, they are. Ja, je hebt wel veel te veel ruimte bovenin gelaten. Vind je dat vervelend? Nee, dat ging helemaal niet. Maar dat noemden ze wel als iets waar je dan op moet letten. Oh, dat niet moet? Nou ja, dat je dus ongeveer inderdaad... about this much string to spare. Dus dat wordt wel aangegeven. Ja, dat is wat meer volgens mij. Ja, ik weet het niet. Hè? Sorry, nee, maar het is heel goed. Maar het is ook goed dat het fijn dat jij dat even aan mij zegt. Ja, hè? Nu pas. Mocht u dit thuis met uw kind doen, wees een beetje op tijd met tips geven. Want je bent lekker bezig en je vergeet dat gewoon. Goed, we hebben hier een lijn. Nou, push the knot toch hou je van me.
Dat is waar. Through this hole in the box. Ja, er zit hier dus een gaatje, dat is een plus. X marks the spot. Daar moet dat touwtje doorheen, de knoop. Ja. Zodat hij daarachter blijft haken. Als het en die, dat duw je echt het hele knoopje er doorheen. En dan ga je, je raadt het al, draaien. Dan zit dat er dus in en omdat dat knoopje als het ware zo... Kijk eens, deels, zit er heel erg vast in, maar dan zit hij dus zo vast. Ja, dit is idee. Ik beeld het even uit voor de kijker. Ja, ja. En dan ga je opspinnen, zeg maar zo. Roll, 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 staat er in beeld. Nou, dat spoelen we ook even door. Nou, ik vind dat het tutorial video heel stoer doet over de hoeveelheid lijn die er is. Want ik krijg het helemaal niet zo dik als daar staat. Nee, dat is waar. Oké, that should be enough for now. Dan pakken we weer de zee. Is dat de zee? Ja, dat is de zee. Kijk, dit is de open kant van de zee. Deze kant van de zee. Dit is de zee. En eigenlijk zijn wij allemaal wow. Hij doet hem dus zo nog een beetje open laten. Ja, want hij moet zo er onderdoor. Zie je dat? Wow, yes sure. Ik ga dit de mensen thuis laten zien. Dit gaat dan zo er doorheen. Ja, als je zo die knopen hebt, wil je hem even aanpakken? Yep, ik heb hem hier in de bovenkant. Dit is al zo, ja. En dan... Iets meer ruimte, sorry. Ik ga iets meer... Nee. Oh, moet dat, ja? Ja, ik moet hem aantrekken. Oké, maar ik moet hier ruimte laten namelijk. Maar goed, trek me aan dan. Nee, hij trekt hem helemaal vast. Oh, hij trekt hem helemaal vast. Oké, hij trekt hem vast. En dan als het goed is... Ja, dan moet jij denk ik met je elastiekjes daarin. Wow, dit is echt super complex. Oh, what the fuck. Dit is ook wel echt een klote werk eigenlijk. Maar wel leuk. Doen. En dan de bovenkant ook. Ja. En dan de andere kant. De andere kant. Ook. Yep. Wow, hij hangt nu gewoon echt in het midden. Check dit. Hij hangt gewoon met die elastiekjes in het luchtledige als het ware. Het luchtledige. Dan hebben we dat touwtje die gaat door. U raadt het al. De gaatjes. Dat mag je eerst doen. Gaat er doorheen. Wee! Nee, switch. Snap je? Nee, ja, ik snap hem wel. Maar je vindt hem gewoon niet leuk. Ik vind hem heel leuk zelfs. Dan ga je weer door het plusje. Dit plusje, hier zit ook een plusje namelijk. Dan druk je dat dingske, de knoopie, doorheen. Zie ik deed even in het Rotterdams en in het Brabants voor onze vrienden. Dingske, knoopie. Gewoon een beetje doorheen drukken. Zit al vast? Ja, dan ga je terug naar het zeegedeelte en daar zit dus boven nog een flup die moet gevouwen worden. En onderin zit ook nog... nu gaat hij dicht. Nu gaan we hem dicht maken. Die moet je nog vouwen, hè? Ja, ja. En dan klikt hij zo en dan gaat hij dicht. Ja, echt als een doosje. Als een doosje gaat hij dicht. Bloep. Kijk, en omdat dat elastiek daar zit, gaat hij dus terug. Already. Time to check that everything works. Make sure you have plenty of room so you're not going to bump into anything. Zijn we al klaar? Pull out the red so it's nice and long. Dat kan. Oh ja, je kan hem helemaal uit... Hij bedoelt dit uitschuiven. Oh ja. Dit uitschuiven, zo. Ja. Ja, en dan kun je zo omhoog trekken, zo. Dan ben ik gewoon aan het vissen. Done. En nu gaan we hem even spelen nog, heel kort. Ja, volgens mij. We hebben hem gewoon gebouwd, jongens. Maar dit is nog een step 5. Ja, dat is de switch aansluiten. Ja. Time to attach the Joy-Con. Ik ga de Joy-Cons afhalen. Ja. Zo. En. Zo. Ja. Hoe weet hij nou dat ik gele Joy-Cons heb? Ja, maar dat bedoel ik dus. Dat is dus of hij leest dat gewoon uitgelezen, wat ik me maar voor kan stellen. Wat vet. Hij weet dat ik de gele Joy-Con controllers heb, die bijna niemand heeft. Vet, hè? Start with the Joy-Con controllers. Have you got them handy? Ja, ja. Yes. Oké, we beginnen met deze en die draaien we zo en die doen we hierin. Yep. Die schuiven we gewoon echt helemaal tot daar. Ja, en als het goed is, blijft hij zitten. Dan. Hier zit hij. En dan de andere, die moet zo, ja. Met de en die schuiven we dus hierin. Ja, als het goed is, gaat hij op dezelfde wijze op een gegeven moment de trigger die pakt onderin, zeg maar. En nu naar beneden drukken een stukje. Ja, nee, zo zit hij. Zeg maar, de rugknop komt als het goed is vast te zitten in het karton, zodat hij niet zomaar eruit valt. Ja. Prima. Oké. En dan forward. Forward. Zo vet dit, jongen. Oh ja, nu moet je dit klepje omhoog houden natuurlijk, want daar gaat je
hele apparaat in. Schuif. Schuif. Nou, dus dit is een kwestie van dit omhoog en dan doe je eerst onder en dan kan je doen. Waarom je dat dan kan verstellen weet ik niet echt. Ik bedoel, ja. Jawel, dan kan hij er overheen vallen zo. Ja, het is wel voor het gemak is makkelijk. Gaat hij nou ook het scherm draaien? Hebben ze daarover nagedacht? Nee, maakt niet uit. En nu kunnen we gaan vissen, jongens. Play now. 3, 2, 1. Oeh. Dit is raar. Oh, heb ik hem ondersteboven erin gedaan? Ja, maar ik snap niet dat hij dat niet verbetert. Ja, dat is een beetje vreemd. Maar dat geeft ook. We gaan het draaien nog gewoon om. We gaan het gewoon. I only had one job and I fucked it up. Yeah. Cool. Zo, kijk, en nu kan ik dus vissen. Kijk, ik doe eerst natuurlijk mijn ding naar beneden draaien. Let op. Hij gaat helemaal naar beneden. Totdat je een visje tegenkomt. Kom maar. Kom maar. Bijt maar. Kom maar. Nu moet je hem meer stilhouden. Dan gaat hij beter. Ja, nu omhoog. En nu heb ik hem omhoog, 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 omhoog. Trekken, 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 trekken. En heb ik mijn eerste vis gevangen. Hey! De makreel. Nice. Nou ja, jongens, dit was de Fishing World set van Nintendo Labo. Ja. Wel vet hoe dit werkt met die elastieken en met die dingen. Het is echt zo cool. Super tof. En het mooie is ook gewoon dat in principe, het is één keer natuurlijk even dat in elkaar zetten. Daar moet je dan doorheen, maar ik vond het persoonlijk heel leuk om te doen. Maar in principe, je haalt een Joy-Con-tje daaruit en daaruit en de Switch eruit en je kan dit gewoon wegzetten. En je kan dit is echt binnen, zo heb je eigenlijk het ook in elkaar gezet qua. Ja, maar je weet hoe lang de video duurt, dus dan weet je, ook qua Switch bedoel je. Ja, ja, ja. Ik bedoel meer dat je nu de Switch haal je eruit, je gaat even iets anders spelen en stel je wil dit weer gaan doen. Je doet die Switch, klik, klik, Joy-Con daar, Joy-Con daar en je kan gaan vissen. Leuk man. Super tof. Salem bedankt. Dankjewel Peter. In de volgende aflevering gaan we. Zullen we de volgende aflevering, het huis of de piano? Je mag kiezen. Ik vind de piano wel tof. Die is heel complex. De volgende aflevering zie je de piano, hoe we die gaan bouwen. Wow. Met Nintendo Labo. Ontzettend bedankt voor het kijken. Laat even weten wat je van Nintendo Labo vindt. Wat je van deze video's vindt. En volg ons overal. Twitch, Facebook, Instagram, YouTube. Twitch had ik al gezegd. Twitter had ik ook al gezegd. Gamers.nl. MySpace Hypes als het terugkomt. Ja, dat ook. Jongens, tot later. Later. Doei.